Deze nieuwsuitzending die gaat weer lekker over de Bijbel en wat daarbij hoort. Dus de Bijbel lezen met een verstandig perspectief. Ik pak er nu bij Matteüs, dat is weer het eerste evangelie, dat is de zoveelste die ik gedaan heb over Matteüs. Daar raak je maar niet over uitgesproken. En dan Matteüs hoofdstuk 6. Vers 26. Die is vet, jongen. Daar word je zo blij van. En dat is ook de bedoeling. Hè? Want het heet het evangelie. Het is de blijde boodschap. Ik pak even nou mijn... want ik heb... wat ik voor jullie heb voorbereid op het internet... heb ik dus de King James klaarstaan. En de Statenvertaling. En dan pak ik de NBG... die ik zelf heb, die is analoog. Matteüs 6, en dan vers, even een lampje erbij. Je neemt maar je tijd, want daar gaat het om. Hè? Wij moeten als mensen van onze onrust afkomen. Wij moeten tot rust komen. Snappen waar het om gaat. Laat ik niet afdwalen. Matteüs 6 en dan vers 25. Ja, hier staat... Oh, 26. Ja, ik zit me te vergissen. Ja, sorry. 26. Nou, dan gaan we. We zijn allemaal de seatbelts om. Lekker achterover hangen, man. Heb je een dekbedje? Of een lekker kleedje? Kopje rooibos thee, want dit gaat even duren. Om je tot rust te brengen. Ik ga ontzettend lang ouwe hoeren over Matteüs 6, vers 26. Ik denk, van jeek, wat duurt het lang, zeg. Mag ik nog een kopje rooibos thee? Tot rust komen. Want anders gaat het niet goed, mensen. Dus ga alsjeblieft lekker achterover zitten. Trek je niks aan van mij. Ik ben alleen maar een papagaai. Een naprater. Nou, we gaan even lekker voorlezen. Eerst op z'n Engels. Het oude Engels. Behold the fowls of the air. For they sow not. Neither do they reap, nor gather in barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Mooi, hè? Het hedendaagse Engels, waarbij ze de hele tijd zeggen... Ja... Stap in de neukende taxi. Ik snap dat Engels tegenwoordig niet meer, hoor. Van een get into the fucking cab. Wat is een fucking cab? Zie het voor je. Zo'n yellow cab of zo, hè? Dat die ene taxi, die gaat die andere... En die Engelsen zijn het een beetje kwijtgeraakt. Hè? Dus voor een deel is dat de schuld van Shakespeare. Maar dat is wel Shakespearean English. Maar dit is netjes Engels. Behold the fowls of the air. Ja. Op zijn Nederlands vertaald. Ik ga even woordje voor woordje doen. Hè. Behold the fowls of the air. Aanziet de vogelen des hemels. En hier staat... Ziet naar de vogelen des hemels. Behold. Behold betekent zien. Dus, beziet of aanzie, aanschouw. Kijk naar. The fowls of the air, dat zijn de vogelen.
De vogels van de lucht, natuurlijk. En welke vogel is niet van de lucht? Ja, de dodo of zo. Maar die beestjes die vliegen maar een beetje in de rondte. Ik heb ze hier ook, hoor. Achter mij staat een boom. Dat is het enige boom die ze nog hebben laten staan. De rest is allemaal omgehakt vanwege de gemeentebevorderingsbijdrage of zo. Een projectontwikkelaar is erin gestampt. Maar er is nog een boom. En, ik heb allemaal vogels gezien. Ik weet ook niet waar ze vandaan komen. Wie houdt die krengen in leven? Ja, ze zijn er. Ja. Ja. En dat moet jij ook gaan zijn. Hou op met je stomme werk. Dan gaan de A12 hoeft helemaal niet meer te verbreed te worden. Want we zijn wel weer bezig om de A4 te gaan verbreden. En ik hou ermee op. Als iedereen gewoon lekker thuis blijft. Maar dan valt de hele samenleving stil. Nee, helemaal niet. De samenleving valt pas stil als iedereen in de file staat. Dat is het stilvallen van de samenleving. Maar waar is papa? Ja, papa is hele belangrijke dingen aan het doen. Ja, en wat is papa aan het doen? Jullie zitten de Volkskrant te lezen en koffie te drinken terwijl die stilstaat op de A12. Oh nee, tegenwoordig met zijn iPad natuurlijk. Slap de oude hoeren in de file. Ja. Dus als we allemaal stil kunnen staan in de file, dan kunnen we er ook gewoon stilstaan in het echt. En tegen met name de paus en de antichrist te zeggen, fuck you. Hoe moeilijk is dat nou? Speltheoretisch zitten we hartstikke goed. Het ziet er niet zo vrolijk uit. Alex Jones, die homo uit Austin, Texas. Homo op zijn Brabants. Ik wil Alex Jones niet beledigen, want dan krijg ik een ban aan mijn billen. Op zijn Brabants. Homo. Nou, die homo uit Austin, Texas, die loopt weer brullen van ja, er komen FEMA-kampen aan en we worden allemaal opgesloten achter prikkeldraad. En trouwens, ik ben Alex Jones en ik heb iemand aan. Ik ben blij dat ik naar Alex Jones geluisterd heb voor multiple euro's, uren dan. Hè. Ik heb niet veel betaald natuurlijk. Wat een bullcrap, man. En zo slecht ziet dat eruit. Ik denk dat Alex Jones gelijk heeft. Die FEMA-camps, die zijn er. Nederland is een FEMA-camp. Auschwitz versie 17.3. Help me te herinneren dat ik hier even op terugkom. Om uit te leggen wat de oplossing is. En waarom er niks aan de hand is. Behold the fowls of the air. Aanziet de vogelen des luchts. En dan gaan we op het Nederlands even pakken weer even de statenvertaling erbij. Want dat voelt wel netjes. Dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Ja, dat is toch geweldig vertaald. Geweldig Engels. Dit is mooie taal. Behold the fowls of the air. For they sow not. Neither do they reap. Nor gather into barns. En even kijken hoor. In dus die statenvertaling voor, dus oud-Nederlands en nu wat moderner. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En dan gaat hij op zijn Engels weer verder. Yet
Your heavenly father feedeth them. Die pak ik even al als eerste uit, want die laatste, dat is de closure, hè? De conclusie. Dus één vers van één evangelie van de Bijbel. Dan kan je heel lang bij stilstaan. Dat is ook erg belangrijk om daarbij stil te staan. Want als je stilstaat, dan hoop ik tenminste, ja, misschien sta je momenteel te vielen op de A12. Dat zou ik heel vervelend vinden voor je. Liever heb ik dat je gewoon lekker in bed ligt. En toch voedt uw hemelse vader die. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Dus die vogels, die worden gevoed door onze vader. Je weet wel, degene wiens naam je niet noemt naar iemand op deze aarde. Dus vader is een descriptie. Het is geen naam natuurlijk. Het is een term. Het is een titel. Een gereserveerde titel. Een titel voor niets. Dus niemand op deze aarde is vader. Ja, maar Piri, jij bent toch een goede vader voor je kind, zeggen ze. Oh, dankjewel. En ook heel erg fijn dat je daarbij zegt, goede vader. Want dat ben ik wel. Niemand die bij wet kan beweren dat ik mijn kind heb mishandeld. Dat was mijn vaderrol. Ik heb mijn vaderrol naar mijn omgeving, hun oordeel, goed gedaan. Niet van één, niet van twee, niet van drie, niet van vier, niet van vijf. Nee, maar heel veel mensen. Die zeiden, oh, maar jij bent een goede vader. Ja, dat was mijn rol. Dat deed het er helemaal niet toe. Alles wat ik mijn kind heb gegeven, dat heb ik tienvoudig teruggekregen. Totdat die moeder dat in de gaten kreeg en die zei, hou daarmee op. En toen mocht ik mijn kind niet meer zoveel geven. Snap je wat vader betekent dan? Dus in de Bijbelse context staat vader voor God. Zijn naamkeuze, ja, dan heb je die andere mogelijkheid en dan noem je dat moeder. En dan kom je bij Semeritas, heel ingewikkeld wordt dat. Je hebt Semerita, ik wil het niet eens uit mijn hoofd leren, man. Isis is die andere. Heb je ook dat IHS, Isis, Horus en Seth. Dat is Babylonisch. Kan je ook leuk vinden, dan moet je dat lekker gaan doen. Het is wel geinig, dan ga je satanisme. Ik zou het gelijk gaan doen hoor, als je toch denkt van, ik wil even weten van Babylon, hoe doe ik dat dan? Nou, als eerste moet je geld op tafel leggen. Ik weet het uit betrouwbare bronnen, weet van insiders. Geld op tafel leggen, nou, dan krijg je orgieën. Ik zou zeggen, je kan ook op internet gratis naar insects.com gaan. Dat spel je, ik zal me even voor de grap alleen maar, want ga er niet naar kijken, want als je er één keer naar kijkt, baby. Insects, het is gewoon zoals je het spelt. Het lijkt op insects, dus insecten. Maar dan dus met insects. De rest hoef ik niet uit te leggen. Dat is satanisme. Dat is Babylon. Oninteressant. Behalve als je psycholoog bent. Dan kan je daar wat mee doen. Lering van trekken. Kijk, die vogels. Even terug naar de werkelijkheid. Hoe het werkelijk is.
Er zijn vogels. En waar komen die vandaan? Is er een vogelhuisvestingsorganisatie hier in Nederland? Ik geef je 20 seconden om erover na te denken. Ja, er zijn mensen die denken, ja, ik hang zo'n vogelkastje hang ik op, zo'n vogelhuisje. En ik ben de huisvester van de vogels. Nee, homo, dat ben je helemaal niet. Snap je wat Christos hier probeert te vertellen? Als je dus kijkt naar je... Oh ja, want dit is in het rood. Dit heeft Christos zelf gezegd. Dit is de red version. De red letter version. Wat zegt Christos hier? Waarom had hij het niet over dolfijnen? Nou, het antwoord is, hij had ook kunnen zeggen, kijk naar de dolfijnen in de zee. Alleen dat paste niet in die context van die tijd. Dus hij gebruikte het woord de vogelen des hemels. Waar komt die energie vandaan? Wat houdt dat in leven? Dat was zijn vraag. En voor jou dan erover na te denken. Wat geef je als antwoord? Wat houdt jou in leven? Wat denk jij dat die vogels, die vogeltjes... Mijn dochter die noemde vogels, die noemde zij hogels. Dat vond ik een hele goeie. Ik denk, ja, dat zijn hogels. Schat van een kind. Wat houdt die vogels in leven? Zak lekker achterover, man. En denk erover na. Want er is iets dat die vogels in leven houdt. Daar zijn we het over eens. Ik heb gisteren nog naar een zwerm zitten kijken. En hier op het voormalige Marktplein was er nu vol plompen met illuminatie, bioscoopachtige toestanden. En dan gaat mijn dochter ook nog werken. En daar was ik blij mee. Want dan werkt ze tenminste in de horeca. Dan leert ze er nog wat. Koken bijvoorbeeld. Zag ik ook een hele groep vogels. En er was er eentje. Dat was zo maf, hè? Eén vogel ging vliegen. Die andere, die ik ook zag, die gingen ook gelijk vliegen. En toen keek ik omhoog. En toen bleek dat er allerlei vogels aan het vliegen waren. Het was een wolk. Een vliegende wolk. En dan om elkaar heen buitelen. En kan je dit? Kan je dat? En onderwijl racen die auto's op de Eusebius buitensingel van rechts naar links. En... opzij, opzij, opzij. En die vogels lekker buitelen door de lucht heen. En die gaan even... Nou, dat was een leuke gymoefening, zeg. Ik ga even op een tak van een boom zitten. Ik heb ze hier ook. Ze zijn mijn woning binnengevlogen. Ja, waar komen die beesten vandaan? Van waar? Wat ze te eten krijgen. En zij doen helemaal niet aan zaaien en maaien en opslaan in schuren. En helemaal niet. Heavy, ja. Want het is niet zo dat Christus Jezus hier biologieles zit te geven. Een soort darwinistisch overlevingsprincipe. Van joh, in sommige omgevingen. Nou, dan kan dus een bepaalde zak van moleculen. Die gaat dan vliegen door de lucht. En die leeft van de lucht. En natuurlijk niet. Heb je ooit gezien hoe mooi een vogel is?
Heb je ooit naar een vogel gekeken? Vroeger was dat een hobby. Mijn opa heeft dat gedaan. Die had kanaries. Een heel mooi vogeltje. Maar kijk eens naar een roofvogel. Waar komen ze vandaan? Wie? Als eerste heb je natuurlijk dat vreemde probleem. Je hebt vinken en je hebt dakzeizen en drijfzeizen. Dus een dakzeis, dat is Amsterdamse. Een dakzeisie, dat is een vogeltje en dat zit in de dakgoot. Die zit altijd op het dak. En de drijfzeisies, die drijven. Die zitten als een bootje in het water. Waaronder vallen de eenden, de waterhoentjes, de meerkoeten, de zwanen. Dat zijn draafsaisies. En je hebt daksaisies. Waar komt die verscheidenheid vandaan? Wat heeft dat veroorzaakt? Ik geef 10 seconden. En het antwoord van Charles Darwin is ja, dat zijn verschillende soorten ontstaan uit een overlevingsdrang. En voor de rest was er een input van chaos. De Big Bang. Dus het had helemaal geen enkele vorm. En heel toevallig, maar dat is Charles Darwin, is het allemaal ontstaan vanwege een toevalligheid. Het antwoord is, het is niet toevallig. Het is niet toevallig dat jij een mus heel mooi kan vinden en een roodborstje en ook een roofvogel en een zwaan en een kip. Dat kan jij mooi, dat heeft voor jou een reflectie naar binnen. Dat je denkt van, oh wat mooi. Wat een mooie zwaan bijvoorbeeld. Dat is een wezenlijkheid. Dat zijn alleen maar de vogels, by the way. Dat kunnen we ook nog gaan hebben over zoogdieren. Vogels zijn hardvochtig voor hun kinderen. Die worden in het nest uitgewerkt. Hoppa. De roet, meet you. En dan moet je fladderen, of niet. En dan is dat snackbar voor de vossen daar beneden. Of de wormen. Wie houdt die beesten in leven? Wat? Wie of wat? Chaos? Of God? Het antwoord van Charles Darwin is dat het chaos is. En dat de materie een filter is wat esthetiek veroorzaakt. Dat de materie goed is. En de chaos is helemaal niks. En vanuit de materie ontstaan de vormen. En die vormen hebben esthetiek. Charles Darwin is dood natuurlijk. Daar kan ik nou geen discussie mee hebben. Maar wel met een Darwinist. Die chaos, dat is niets. Dus niets is een chaos. Dat klopt al helemaal niet. Chaos is best moeilijk te maken. Niets is God dus. God en niets, dat zijn twee woorden met dezelfde denotatie. Chaos, dat is een de Big Bang, een explosie of whatever. De Darwinisten die zeggen dat die chaos die is er. En de materie biedt alleen maar mogelijkheden aan bepaalde bestaansvormen. Alles is toevallig. De goedheid, de esthetiek, de schoonheid, die zit hem in de materie. In het materiële rijk. Dus God is helemaal niks in de zin dat die doet er niet toe. Dat is Satan. En de materie die creëert dan, die,
maakt het mogelijk dat bepaalde dingen zijn. Zoals vogels. Dus, drijfzijsies en bakzijsies. Dakzijsies. Dat zeggen de verkeerd denkenden. De rechtaardig denkenden zeggen dat God dit allemaal gecreëerd heeft. Met zijn woord. Dus als jij kijkt naar een zwaan, of een eend, of een meerkoet, en je kijkt echt naar dat dier, en je ziet dat dat een schepsel is van God. Je kan zwaaien naar een dier. Je kan met katten gisteravond. Was ik bij mijn Joegoslavisch-Italiaanse vriendin. En zij heeft twee katten. Met die katten kan ik praten. Want ik weet hoe de kattenpraat is. Katten praten niet. Katten doen. Een kat kijkt je aan of de kat gaat met zijn poepert naar je toe zitten. En dan kijken hoe die staart eruit ziet. Ligt die staart lang uit? Of is die staart opgekruld? Die katten houden ook helemaal niet van aanraken. Die komen naar je toe als die naar je toe willen komen. Of ze doen stout, of ze gaan een beetje plagen. Dat is kattenpraat. En met die katten, is heerlijk. Ik vind het fijne beesten. Ze kennen mij. Ze weten inmiddels. Ik heb dat mannetje, die is te vroeg weggehaald bij zijn moeder. Dat had ik na 2 uur in de gaten. Dus ik vroeg aan mijn Italiaans-Joegoslavische vriendin. Is het soms zo dat het mannetje te vroeg is weggehaald bij zijn moeder? En zij zei, hoe weet je dat? Ik zei, nou, hij zoekt zijn moeder. Dan heb ik die kat een beet gegrepen in zijn nekvel. Dan zat hij een beetje te klauwen. En dat doen we dus niet. Dus dan was ik boos op hem. En heb ik hem in zijn nekvel gegrepen, bij zijn borstkas. En gewoon boven mijn torso uitgeswengeld. Een beetje in de rondte geschud als een milkshake. Tot hij helemaal tot rust kwam. En dan was het echt een hamburger geworden van een kat. En in mijn schoot gelegd. En gezegd, en nu lief doen. Het is een schepsel van God. Het is zijn creatie. Ik heb nooit een kat verzonnen. Daar ben ik veel te stom voor. Persoonlijk dan, hè. En jij ook niet. Jij hebt ook nooit een kat verzonnen. Dat kan je niet verzinnen. Dat heeft God verzonnen. Dat is een intellect. Wat heb ik van jou daar? We moeten nog meer over hebben. Over honden? Had jij een hond kunnen verzinnen? Ik ken een man en die heeft een Bordeaux-hond. Een Bordeaux-dog. Een huge motherfucker. Van 65 kilo. Jeetje, wat een lieve hond. Die komt met zijn baas mee, want hij is aan het werk. Dat kan ik zien aan die hond, hè. Ik val hem ook niet lastig, want hij is aan het werk. En zijn baas die neemt hem mee naar een kroeg. En dan draaien ze van die hardcore heavy metal. Die tegelvloeren. Kotsgereed. Kortom, een streetcafé in Arnhem. Gokapparaten. Schakers. Dartpijltjes, gooiers. Voetbaltafel. Teleurgestelde Marokkanen, die komen er ook.
En die hond zei van, joh, ik moet met mijn baas mee. Want ja, ik ben aan het werk. Dus dan komt hij daar binnen in een streetcafé. En dan zegt zijn baas van, nou, ga daar maar liggen. Nou, en dan gaat hij daar liggen. En alles in de gaten houden. En een partij tanden, jongen. Zo. Maar die hond is aan het werk. Die laat ik met rust. Überhaupt laat ik honden met rust. Want alle honden die willen aan het werk. Alle honden willen zich belangrijk voelen. Anders dan een kat. Een kat wil alleen maar elegant zijn. En, oh, ik ben heel mooi. Dat zijn schepselen van God. En in het geval van honden en katten, dan kan je zeggen, ja, die worden door mensen gefokt. Ratjes, dat is ook een heel mooi voorbeeld. We het over ratjes hebben. Ratjes worden door mensen gefokt. Maar ratten leven hier ook in Arnhem, hoor. En waar komen die ratten vandaan? Wie houdt die ratten in leven? Wie heeft die ratten uitverzonden? Uit verzonden of uit gezonden? Wie? Waar komen die ratten vandaan? En die ratten die hebben geen ID-kaart, die hebben helemaal niks. Niet eens een rijbewijs, geen huurcontract. Ratten planten zich voort. Die houden zich aan het gebod wat God heeft gezegd tegen ons van gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat hebben ratten goed in de gaten. Dus als je wat wil leven, het verschil tussen leren en leven, kijk naar een rat. Neem een rat in huis. Doe het. En je kan die gecultiveerde ratten, die kan je zo kopen, dat kost het 10 euro per rat. Moet je naar een ratterie, dat kan je zo vinden op internet, heb je een rat voor 10 euro. Plus de benzine om hem op te halen. Plus de kosten van, hè? Heb je een rat. Laat hem vrij in je woning. Punt 1. Geef je rat een nest. En voor de rest vrij. Het is zo belangrijk om respectvol om te gaan met dat wat God gegeven heeft. Aan jou. Want een rat heeft geen verstand van olifant. En tijgers hebben geen verstand van slangen. Of spinnen. Wij hebben verstand van al die dieren. Dus dan gaan we nog even terug naar het mooie Engels. Behold the fowls of the air. Als voorbeeld pakte hij het er maar even bij. Maar kijk eens naar al die andere dieren om je heen. Ik heb hier... Voor 2 dagen terug zat er een oude mug. Echt een hele grote joekel van een beest. Ik heb hem niet doodgeslagen. Want ik wist dat het een oude mug was. En een mug die mij niet steekt. Of niet een mug waarvan ik niet zeker weet dat hij mij gaat steken. Zo moet ik het zeggen. Laat ik een leven. Dan moet je me niet 's nachts wakker houden met de zoemen in mijn oor. Dat is een andere fout die een mug kan maken. En dan nog, mijn laatste muggen waar ik last van had, de zoemen in mijn oor. Die heb ik gevangen. Met zo'n Italiaans wijnglas.
En losgelaten de volgende ochtend. En die muggen helemaal pissed off. Ja, dat kon ik wel voorstellen. Maar had ze maar niet moeten zeuren in mijn oor. Daarna gewoon lekker gaan we vliegen, jongen. Ja, die mug die ik laatst had, dat was echt een lievertje. Die zat niet in mijn oor te zoomen. Ja, af en toe. En dan zei ik, wil jij ophouden? Dat is niet nodig. Dus dan ging die ergens anders zitten. En nu is hij dood. Dat weet ik zeker. Hij is ergens neergestort. Hij kon nauwelijks meer vliegen, man. Ik heb het nog getest. Hè. Dat zat hij op mijn hand. En dan deed ik met mijn vingers zo. Tap, 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 tap. En meneer of mevrouw. Dat weet ik ook niet. Of het een vrouwtje of een mannetje was. Maar die bewoog niet eens. Dat was echt een halve bejaarde. Geen problemen. Dat is het respect voor behold the fowls of the air. Dat geldt voor alles. Ik heb ratten gehad, honden gehad. Met paarden heb ik niet zo'n binding. Koeien ook niet. En weet jij nog een leuk beestje? Nou, kijk er eens naar. Waar komen die dieren vandaan? Waarom leven dieren? Want ze hebben helemaal geen maatschappij. Het is ieder voor zich en God voor ons allen. Denk aan dat voorbeeld van die vogels die ik zag op dat voormalige kerkplein. Die met z'n allen opvlogen. Waar komt dat vandaan? Het komt niet van toevalligheid. Dat kan niet. Want er zit een structuur in de natuur. Waar komt dat vandaan? Volgens mij heeft Isaac Newton dat gezegd. Dat de natuurwetten een onderdeel zijn van, of de essentie zijn van het woord van God. De wetten. De natuurwetten. Twee objecten die een massa hebben, trekken elkander aan. Die aantrekkingskracht die vermindert met het kwadraat van de afstand. Dus als de aantrekkingskracht 1 is op 1 meter, dan, als je dan die objecten 2 meter uit elkaar houdt, dan is de aantrekkingskracht niet door de helft, maar door een kwart. Zoiets. Het wordt steeds minder. Dat is een natuurwet. Dat is het woord van God. Onweerlegbaar namelijk. En wij mensen, wij maken ons druk over ons pensioen. En er zijn mensen onder ons en die weten dat het hele pensioen, dat is een hoax. Het is helemaal niet. Het is er ook helemaal niet. Ook niet in de werkelijkheid. Je hebt helemaal geen pensioen. Waar heb je het voor nodig? Ik had een meisje aan de lijn. En die wilde mij iets met pensioenverzekering verkopen. En in die tijd, tegenwoordig word ik niet meer gebeld door die organisaties. Ik ben echt niet vervelend geweest. Ik heb geprobeerd om me af te melden en dat lukte niet. En toen werd ik toch gebeld, maar nu niet meer. Dus ik word niet meer gebeld. Ja, en dat vind ik wel een beetje jammer. Dat ik was al leuk. Ach, ik had echt een lekker ding aan de lijn. Ik,
ik ging ze achterover. Hè. Jullie ook, hè. We hangen allemaal lekker achterover. Want behold, the fowls of the air. Hè. Dus ik ging lekker achterover. Ik heb zo'n IKEA-bed met een matras van 0,3. Niks niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ging achterover en een meisje belt me op. En zegt, ja meneer, u bent blablabla. En ik bel u namens die en die voor uw pensioen. Zo. Nou, dus, dankjewel, hè? Leuk. Hoe lang doe je dat werk al? Is het leuk werk? Oh, wat leuk was dat. Ah, zei ze, ja, ik doe dat al een tijdje. Dan bel ik allemaal mensen voor hun pensioen. Nou, lieve kind. Praat door, ja. Het liep zo goed af, hè. Want uiteindelijk, zij wilde scoren. Dat snap ik ook. Zij heeft een baantje. En zij moet zoveel calls als outbound telemarketing. Outbound is uitwendig gericht of zo. Uitgaande telemarketing. Dat is niet de makkelijkste job. Dat weet ik wel. En dan krijgt ze mij ook nog aan de lijn. Dat arme kind. Ik zeg haar van, ja, hoe lang doe je dat werk al? Is het een beetje leuk? Een beetje. Maar goed, zij moet dus die punten scoren. Dus die begon talking money. Hè. En toen zei ik tegen haar, lieve kind. Met een nadruk op kind. Hè. Ze hoeft mij niet vader te noemen. Maar ik zeg lieve kind. Want ik ben verstandiger dan zij. Ik zeg lieve kind. Jij bent mijn pensioen. Ik zei, wat? Ik zei, ja, kindje. Want ik kan aan jouw stem horen dat jij jonger bent dan ik. Is dat waar? Ja, dat moest ze toegeven. En de leeftijd was 23. Ik zei, oké, dat wist ik al. Ik zei, jij bent mijn pensioen. Want ik word zo dadelijk oud. En misschien wel incontinent of whatever. En dan moet jij er zijn om voor mij te zorgen. Ah, dat begreep ze. En ik denk dat ik dus in dat telefoongesprek een stukje pensioengarantie heb geregeld. En niet voor mezelf, want mij maakt het niet uit. Mij mag je morgen op de brandstapel doen. Ah, geintje. Ik wil niemand beledigen. Maar voor jullie dan? Zij snapten het. Nou, nu even terug naar Matthäus 6. En dan daarvan vers 26. En dan die mooie die erachteraan zit. Yet your heavenly father feedeth them. De vader die voedt die vogeltjes. En die andere beestjes. En dan komt hij. Are you not much better than they? Ik stotterde, dus ik lees hem nu nog even netjes op. Are you not... ga ik weer fout. Are you not much better than they? Heerlijk Engels. En op zijn Nederlands in de Statenvertaling staat... Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? En in de NBG staat... Gaat gij ze niet verre te boven?
Dat is jouw vraag. Ik laat even een pauze vallen. Het is zo belangrijk om hierover na te denken. En vooral dat ik denk van, ja, maar hoe kan ik het weten? Wat is het voor een... En dan val je zo langzaam in slaap. Waarom? Wordt deze vraag gesteld? Want wij weten zeker, na al mijn voorgaande bespiegelingen over poezen en honden, koeien, paarden, vogels, dolfijnen, over walvissen heb ik het niet gehad, over ijsberen ook niet. En nu jij. Stijg jij uit boven die? Ben jij een mens of niet? Want God is op zoek naar mensen. En dat maakt God niet uit wat hij met jou persoonlijk te maken heeft. Dat is het geheim. Dat je menselijkheid. De andere korte weg is het humanisme. Dat lijkt ook wel ergens op. Dat is modernisme. Want dat is al lang bekend. Het humanisme en alle andere geloven of mythes. Het heeft zijn origine in de Bijbel. Daar is niks aan te doen. Garry Kasparov heeft het wereldkampioenschap schaken gewonnen in 1996 of zo. Daar is niks aan te doen. De Bijbel is de winnaar. Hier staat alles in. Nou, nu gaat het om die vraag die hier staat. Waar gaat het om? De dieren om ons heen leven. Niet alleen de dieren die wij in leven houden, zoals huisdieren, maar ook dieren om ons heen. Het ontstaat. Als jij in staat bent om het verschil te zien tussen jou en een dier, dan kan je vanuit dat dierlijk bewustzijn ervaren dat er iemand is die voor je zorgt. Ik laat maar een pauze vallen. Je moet jezelf distantiëren van dieren. En beseffen dat jij iets meer te doen hebt dan een olifant of een os of een muilezel. Je bent geen muilezel, je bent geen mug, je bent niet een krab. Over krabben, oh, dat ben ik vergeten. Waar komen krabben vandaan? Maar je bent meer dan dat. Heb je? Je stijgt daar bovenuit. En jij wordt in leven gehouden. Dus ik heb die vorige gedaan over Matthäus 23. Dat je uitstijgt boven jezelf. Noem niemand op deze aarde je vader, bijvoorbeeld. Er is er maar één die je vader is en die is in de hemel. Het niets is een gedachte.
Hij houdt jou in leven. Voor de rest ben je als een dier. Meer is er niet. En het aanschouwen van de geweldige creatie, het allermooiste schilderij, dat is God. Dat is niet de natuur, dat is God. In het Noorse dogma, dat noemen ze, hebben ze het over de dondergod. Als het gaat donderen, dat is God. Nee. Dat het kan donderen, dat is God. De mogelijkheid, dat is God. De mogelijkheid is niets. Want deze aarde kan helemaal niet bestaan. Deze aarde is onmogelijk. Als je me niet gelooft, dan ga maar. Maar deze aarde kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Tenzij. Het kan voor de rest niet. Ja, maar wat moet ik dan met God? Heb ik dan een relatie met hem? Nou, je doet wat hij wil dat jij doet. Of, en geen 50 tinten grijs, hè? Je doet wat hij wil dat jij doet. Of, je krijgt voor je bek met een 2x4 inch. Want hij die niet heeft, zal ontnomen worden wat hij heeft. Ja, maar Piri, waar kan ik God dan vinden? Nou, die kan je helemaal niet vinden, want jij bent verloren. En God zal jou vinden. Goed opletten. Ah. Dan ga ik de volgende over doen. Van het verloren schaap. Waar dat over gaat. En dat de Bijbel een heel mooi, metafysisch, logisch, spiritueel inspirerend, zeg het maar, boek is. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik Hamburgs Amsterdams, hè? Amsterdams hamburgers zag ik tjus en dag lievers.